Lions Club Guyana South Georgetown heeft door tussenkomst van Lions Club Paramaribo South aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, 35 witte stokken geschonken. Deze hulpmiddelen zijn ten behoeve van de leerlingen van de Louis Braille School. De witte stok is het eerste hulpmiddel voor een veilige verplaatsing van een persoon met een visuele beperking. De overhandiging vond vanmorgen plaats op het NSBS-terrein. De president van Lions Club Paramaribo South, Ruben Brille, overhandigde samen met Elisabeth Gittens van Lions Club South Georgetown de witte stokken aan NSBS-directeur Natasia Hanenberg-Agard. Ze was heel blij met deze donatie. Het is namelijk heel moeilijk om in Suriname aan deze hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden te komen, zegt zij. De mensen kunnen niet gewoon naar de winkel stappen en een witte stok kopen. Dus we moeten het echt doen van donaties, iemand die ons stokken aanbiedt, zodat we het weer, zodat we als doelgroep weer kunnen voorzien van stokken. Dus we zijn daarom heel erg dankbaar voor deze gesten. Kijk, nu kunnen we in elk geval een aantal van onze kinderen voorzien van stokken. Een paar van ze, hun stok was half kapot. Dus nu kunnen we ze voorzien van een nieuwe stok. En ik denk dat het vooral hun leven wat makkelijker zal maken. Ik weet niet waarom ze nog niet in Suriname te krijgen zijn. Misschien moeten we contact maken met een thuiszorgwinkel. Maar als ik kijk naar Nederland, waar meestal de stokken vandaan komen, dan zijn de stokken al heel snel geprijsd tussen de 10 en noem maar wat, €400. Dus best wel prijzig, ja. De witte stokken waren het bezit van Lions Club Guyana South Georgetown. Zij benaderde toen Lions Club Paramaribo South om te zoeken naar organisaties die gebruik zouden kunnen maken van deze hulpmiddelen. Paramaribo South president Brille trad toen meteen in contact met het blindencentrum. Wij als Lions zijn natuurlijk altijd blij als we in een behoefte kunnen voorzien. Want daar doen we het voor. We doen het om de mensen die het nodig hebben te kunnen helpen. Dus ik voel me natuurlijk blij dat we iets mogen doen voor onze gemeenschap. Het heeft absoluut geen problemen voor zorg. Wij hebben namelijk een goede band met onze Lions-organisatie. Het is South Georgetown. En die hebben ons ook bericht van luister, we hebben deze stokken in ons bezit. Dus zorg voor een behoeftige. Identificeer een groep. Dus we hebben toen gelijk gedacht aan onze Nationale Blindencentrum en gevraagd van luister, we hebben wat stokken. In het begin was er sprake van 20, maar we hebben het kunnen bewerkstelligen dat er 35 zijn gekomen en die hebben ze dan gebracht. Dus we kunnen dan 35 kinderen daarmee helpen. Het zijn speciale stokken voor kinderen. Dus het is heel vlot gegaan. Ruben Brille van Lions Club Paramaribo South. We spraken hem vanmorgen in verband met de donatie van witte stokken aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname.